Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Ik heb al heel veel geregeld en gedaan, want gisterochtend kregen wij een berichtje van het KDV van Liam dat er vijf leraressen, laten we het even zo noemen, corona hadden en dat ze daarom hun KDV sloten. Nou is het zo dat Liam gisterochtend een beetje klachten heeft gekregen en ik heb met Niels eigenlijk afgesproken dat we de kinderen niet gingen laten testen. Maar hij begint klachten te krijgen. Ik zit met Jordi. Jordi heeft geen klachten overigens. Jordi gaat naar een speciaal kinderdagverblijf. En daar kunnen kinderen van een kleine verkoudheid al zo verschrikkelijk ziek worden. En ja, dat in mijn achterhoofd gehouden hebben, vond ik het wel heel belangrijk om toch te zeggen, we gaan Liam toch even testen. Dus Niels die is nu vanuit zijn werk gekomen om Liam te laten testen. Ik heb ook gevraagd van, kan mijn man dan gewoon gaan werken? En zolang er geen positieve testuitslag is, is er geen probleem om Liam, ja, dat... Zolang er geen positieve testuitslag is, is het zo dat Niels gewoon mag gaan werken. Ik mag gewoon naar buiten. Ik heb ook geen klachten. Dus ja, dat. Dus we gaan het even afwachten. En kijken hoe dat het loopt. Ik word binnen 48 uur gebeld met een uitslag van het van de testuitslag. Omdat Liam heeft nog geen DigiD. Dus vandaar. Ja, we gaan het gewoon even afwachten. Niels is dus nu testen met hem. En ja, ik vind het toch wel, nu met die hele Omicron en alles, vind ik het toch wel een beetje tricky. Laat ik het eerlijk zeggen. Ik vind het gewoon tricky. En normaal behandel ik corona hier niet zo opvallend op dit kanaal. Want het moet een gezellig kanaal zijn. Maar ook dit gaat ons een keer treffen. We hebben tot nu toe nooit echt de redenen gehad om te laten testen of wat dan ook. Ik heb zelf één keer getest. Niels heeft één keer zichzelf laten testen. Maar dat was allemaal meer in het begin dat we dat hebben laten doen. Dus ja, vandaar. Dus de komende 48 uur wordt even spannend. Oh, en trouwens, alle kinderen zijn gewoon thuis. Jordi gaat dus niet naar het medisch kinderdagverblijf. Waar hij zit. Ja. Omdat ik gewoon het zeker voor het onzeker wilde nemen. En de juffen van Jordi waren het ook zeker mee eens. Hij is weer thuis. Yay! Dat is goed gegaan, hè, jongen. Goed te vent. Kijk. Ja. Ja. Fruitjes tijd. Dus ja. Normaal heb ik er maar 2 en nu heb ik er 3. Ja, die ene extra maakt ook niet echt veel verschil hoor. Ja, ik moet een keer een extra luier verschonen. Maar... ze maken toch wel ruzie. Lijn een dik op. Goed zo. Nou, dus dat gaan we even verder doen. Nou, ik heb de kindjes op bed liggen en ik ga nu even zelf wat eten. En ja, misschien wel hoe de dag loopt. Ik ben nog niet gebeld voor de uitslag. Dat zal nog wel even duren, denk ik. Dus ja. Bendemakers van dit huis zijn weer wakker. En ze doen ondertussen televisie kijken. Jordi wilde geen bril op, dus die laten we maar even aftammen. Ik had ook zijn oude bril omhoog gezet. Straks wil hij zijn nieuwe bril niet op. Nou ja, prima. Dan doen we nou geen bril op. Dat is goed. Nou, de kindjes, Niels is thuisgekomen
als werk. Want ondanks dat er getest is, mag hij gewoon van de GGD werken. Dus we doen niks verkeerds wat dat betreft. Sowieso, zolang er geen testuitslag is, mag ik gewoon naar de winkel omdat ik geen klachten heb. Niels mag gewoon gaan werken. Pas op het moment dat we een positieve test hebben, moet Niels naar huis komen en mag ik de deur niet meer uit. En, ja. In ieder geval dus dat. Niels is thuisgekomen van zijn werk en we hebben gegeten. Toen ben ik heel even gauw naar de winkel geweest, een paar dingetjes even halen. En toen zijn de kindjes in bad geweest en heeft Niels gedaan. Ze slapen nu allemaal, zover ik weet. Mm-hmm. En Joef is Fox wild. Yes. En we hebben een beetje opgeruimd hier. En we gaan zo lekker naar bed. Een hele goede morgen. Sammy is de boel aan het afbreken. Liam die is allemaal schoenen aan het passen en aan het doen. Ik laat hem gewoon een beetje heen doen. Hij is niet ziek, maar hij is ook niet helemaal lekker. Dus ik laat hem gewoon een beetje lekker heen doen. En Jordi heeft zijn nieuwe bril op. Vind je het leuk? Dus die is lekker op zijn gemakje bezig. Sammy. Ga je die weer aandoen? Ga je de laarsjes weer aan? Ik moet hem zo even helpen. Dus ik weet het ook niet. Maar we hebben wel besloten, morgen moet Liam sowieso nog een test doen dan. Als hij nu negatief is. Dus we hebben gewoon afgesproken, Niels en ik samen, van, dan blijven ze ook gewoon deze week thuis. En ja, gaan we ook geen risico of zo lopen. Dat willen we gewoon niet. Dus ja, het is zoals het is. We blijven ook gewoon binnen met de kinderen. Dus ja, we gaan het gewoon even afwachten en we gaan het zien. Dus we hebben vandaag gewoon heerlijk een pyjama dagje. Ik ga ook niet veel moeite ervoor doen. We doen gewoon lekker niks. Joep! Ze ziet het gezicht van Sam aan het aflebberen. Ja. Hi. Da. Kaka. Kaka? Heb je kaka gedaan? Nee toch? Oh. Ja? Ja? Hey. Ja? Nee. Ja? Nee. Zachtjes doen. Nou, hij gaat zo naar bed. De rest is nog bezig met zijn boterham. En ze hebben er een hele speelparadijs, ziet hij ervan gemaakt. Wat ben je allemaal aan het doen? Wat ga je doen? Ja, ik hoor het. Hij eet zijn brood al op. Ga je nog verder eten? Hey. Oké. En toen was hij alweer wakker. Ja. Kleine rat. Oh, je hebt zelfs je knuffel weer meegenomen van bed. Ik heb een beetje de middag van hel gehad. Liam was steeds wakker. En hij is ook een beetje aan het vervelen, maar hij krijgt ook tandjes. Je ziet het niet. Maar zijn voortanden. Zijn boventanden voor. Kom eens, laat het zien aan de mensjes. Kijk. Nou, in ieder geval, ze komen door. Nee. Zo knuffel, hè? Ja. Hi. Ja, hè?
Mama is kapot. Je hebt weer van alles jaren zitten smeren. Ja. Nou, die twee zijn allebei wakker hoor. Sam of Lianne slaapt nog. Oh, mensen, echt af en toe die namen. Maar goed, ik heb ze zelf aan ze gegeven, maar toch, ik gebruik 20 namen voordat ik de juiste heb. Maar ze zijn in ieder geval allebei wakker. En Sammy die wil continu contact met Jordi. Maar Jordi heeft zoiets van, nou doe. Moet ik niet. Ga weg. Sst. En omdat Jordi zo uit jou gaat hangen, zie ik ook wel aan omdat hij wel buikpijn heeft. Waarom doe je dat nou? Sammy. Dat is toch niet slim? Ik ga ze ook een flesje maken voor allebei. Ranja en Melky. Maar hij heeft echt buikpijn, onze Jordi. Het moment dat je aan het koken bent en dat alle kinderen om je heen blijven zwermen. Alleen Jordi blijft dan natuurlijk aan tafel staan. Dus ik heb deze in de stoel gezet, die in de stoel gezet. En ik ben ondertussen aan het koken. Wat eten we? We eten paella met vissticks. Paella is volledig met groenten. Gewoon twee zakjes roebakgroenten. Maar ja. Ik ben heel eerlijk. Ik weet nog steeds niks. Ik weet niet of het positief is. Ik weet niet of het negatief is. Ik weet niet of Lian positief of negatief op corona getest is. Ik ben nog niet gebeld. Ik weet nog van niks. Dus we wachten het nog maar even af. En meer kunnen we niet doen. Dacht ik zo. Ik doe alles wat ik kan doen. Ben jij weer moe? En je hebt zo lang geslapen. Nou. Wat is er? Nou, vertel. Wat is er aan de hand? Doe maar vertellen. Nee, zit op je stoel. Zit op je stoel. Je moet gewoon zitten op je billen. Je hebt een kont van papa en mama gekregen. Jazeker wel. Je mag niet erop drukken. Nee. Nou, ik ga in ieder geval even verder met eten koken en zorgen dat ik het eten daar klaar heb. Omdat ik dus de hele tijd geschreeuw heb voor kinderen, ben ik ook later begonnen met eten koken. Wat ik normaal al wel heb gedaan. Maar ja. Het zij zo, het is zo. Je kan er niks anders van maken. Niels? Kindjes liggen op bed. En? De boodschappen zijn gearriveerd. Yay, mijn boodschappen. Dus dat betekent dat alles ik... Alles opruimen. En uitzoeken. En dan zijn we ook klaar met deze vlog. Ja, want ik ga nog even opruimen en... That's it. That's it. Meer ga ik niet doen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.